Heerenveen. En nee, september, dat is er vlak in de buurt. U kan me na wanneer het gaat geslopen naar Schoot. Zaterdag 9 september op het voedingscentrum De Krinkel. En daar in Schoot. Zanders, Bartosmans, Adam Roo, Tom Schmoggers en de Stelinger. Moral hier. Gegroepeerd daar. En dan wel drie atleten van Loosjen uit het afgescheiden. Kinderen aan de overzijde. Het zijn twee rondjes. Eerste drie daar in de blauwe kleuren van de Loosjeautomobielvereniging. Dat is Link Sanders met voor Bart Bosmans. Randolf leven komen straks natuurlijk op het podium. Kun je nog verder? Op het podium. Oh. Ja, 100 meter starten, winnen ergens achter het doel. 100 meter starten daar achter het doel. Dat zijn de kinderen natuurlijk op 5 jaar. Ook een applaus voor Tom Schmoggers. En inderdaad een geweldig applaus voor Adam Moreau. Proficiat Adam. Ik ben blij om te kijken. Ja, dat is een beetje 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 een beet
op het podium, maar op de derde plaats Laura van Tongerlop. Voor 100 meter met Jules Martens, met Leon Nijsmans, Loek Degens en Mathieu van Klauberijn. In de kleuren van Loosje. Een hele afstand voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Dus een hele afstand voor kinderen van 6 tot 8 jaar, 500 meter. Met Emma Lutz en met Nina Berwitz. En dan krijgen we ook het podium met Mila Verboven, met Emma Lutz en met Nina Berguts. Heel goed gedaan, hè? Heel goed gedaan, hè? Heel goed gedaan, hè? Amai. Rick Stes, Jacques Degens, Louis Mertens, Teddy van Meeuwen, Matthias Groen, Pablo Valerio Achten, Sappe Eilen en Felix. En het is ook het mooie ronde. Ik denk dat is wat ik wil zeggen. Ik wil het inhalen. Ja, dat is het. Dat is niet inhalen. Kom maar. Ja. De man aan de leiding kijkt altijd om. Die zijn spoor zit en dat leed van Loosje. Thank you.
ze blijven nog altijd hinder met twee samen. Hinder met twee samen. In de kantine kan u met die bon een prijs gaan afhalen. Maar iedereen verdient natuurlijk uw aanmoedigingen en uw applaus. Het is wel niet ideaal. Oh, shit.
ons even. Dillemans is de zoon van Steefmans. En die gaan we straks ongetwijfeld op de 5 kilometer mee vooraan zien. Dat is een man, ik zal er straks wat meer over vertellen. Sluiten bij Erentals. We gaan naar alle gelijke wedstrijd. De passage hier aan de aankomstlijn. Inschrijven kan u nog altijd voor de 5-10 kilometer in de kantine. Ook iemand in een outfit van Westerlo. De start van de 5-10 kilometer is inderdaad hier aan de overzijde van het voetbalveld achter het doel. Terwijl we hier naar de laatste ronde gaan. Een kopgroep van 5 atleten. Nou, 5 atleten. Een atleet hier van Maloche. We hadden een kopgroep van 5, dat is ondertussen Erlijn tot. Ik zie dat ook niet zo lang. Ja, wat? Inderdaad. Ja, we gaan hier de aankomst krijgen. Kom. Hop gepast. Pas op, aan de kant. Sorry, hè. Oh, hier is ze! Maar alleen, wow. Goed zo! Goed gedaan! Verder mee lopen! Even wachten, hè? Verder mee lopen! Ja, jullie mogen met mij mee. Amai. Kom. Goed gedaan! Goed gedaan! Ja. Voilà.
Alsjeblieft, zeg. We hebben prijs in de kantine afgehaald. Goed gelopen. Heel goed gedaan. Dus inderdaad, Dylan Mons, die wint voor... Valerio Alvaro achten en Leonard Sanen. En Sanen, dat is natuurlijk ook een bekende.